We gaan het over voetbal hebben en dat doen we vandaag met Rogier Meijer, tegenwoordig jeugdtrainer bij NEC. Maar we kennen jou natuurlijk vooral als oud Graafschapper. En tegenover jou, ja, superboer. Ja. Azor Matusiwa, moet ik zeggen. Ja, middenvelder bij de Graafschap, gehuurd van Ajax. Van harte welkom. Ja, Rogier, jij traint de A1 van NEC. Hoe bevalt het in Nijmegen? Je bent er nu een paar jaartjes alweer. Anderhalf jaar. Ja. Nou, bevalt heel goed, moet ik zeggen. En, het is een prima opleiding en we hebben goede spelers. En het werken daar bevalt mij heel goed. De overgang van Doetinchem naar Nijmegen was niet zo groot. Nee, het is maar 50 kilometer, dus dat scheelt sowieso al. En ik woon nog gewoon in Doetinchem. Nee, dus dat is geen grote overgang, nee. Naar de overgang van Ajax naar de Graafschap. Iets hoe groot is iets groter? Is iets groter. Leg eens uit, hoe is dat voor jou? Ja, het is, is natuurlijk allemaal nieuw. Maar ik ben goed opgevangen door de mensen. Door mensen die met de club te maken hebben. Door de spelers, door iedereen, door de staf. Dus. Maar als jouw vrienden uit Amsterdam bellen en zeggen... joh, Azor, hoe is het nou bij de Graafschap? Wat zeg jij dan? Gekke boeren. Vraag gewoon hoe het met me gaat en zo. En ze noemen me ook wel superboer of boer voor de grap. Maar nee. Dat is een geuzennaam, hè? Daar mag je trots op zijn. Ja, dat je superboer genoemd wordt. Rogier, jij bent als speler de Graafschap altijd trouw gebleven. Heb je daar achteraf gezien spijt van? Nee, niet echt eigenlijk. Ik ben trots op wat ik bereikt heb. En ik heb het straks ook op de radio gezegd. Ik was dan ook niet de beste speler. Dus als je dan bij de Graafschap kan spelen, is, ja, ik denk dat Azor dat wel kan beamen. Is het gewoon een fantastische club in de Eredivisie. En daar heb ik echt geen spijt van. Nee. Je zegt ik was niet de beste speler. Je stond vooral bekend om je tackles, om je slidings. Maar ook van nooit opgeven en altijd in het belang van het team spelen. Was het niet veel logischer geweest als jij jeugdtrainer was gebleven bij de Graafschap? Jawel, want dat ben ik ook wel geweest. En op een gegeven moment ga je zelf ook nadenken wat zijn goede stappen voor je om als trainer te nemen. Nou, uiteindelijk heeft NEC mij benaderd en heb ik die keuze gemaakt omdat ik denk dat ik als trainer me daar beter kan ontwikkelen. Waarom kon dat niet in Doetinchem? Nou, omdat ik denk dat er bij NEC een betere opleiding is en ook beter met trainers wordt gewerkt op de manier waarop ik het graag zou willen. En uiteindelijk maak je dan die keuze om eens een keer ergens anders te kijken en dat is denk ik nooit verkeerd. Maar waar zit dat verschil dan in? Kun je dat uitleggen? Ja, dat heeft met structuur te maken van de opleiding, heeft te maken met accommodatie. Dat zijn dingen die bij de Graafschap nog wat minder zijn dan bij NEC. En uiteindelijk ook met het niveau spelers waarmee je kan werken. Dat zijn een aantal dingen die je dan gaat bekijken en uiteindelijk maak je die keuze. Jij was echt een jongen van de club, hè? Een voetballer zoals ze dat in Doetinchem heel graag zien. Heeft de Graafschap op dit moment nog Rogier Meijers rondlopen? Nee, die hebben ze niet. Van die pitbulls? ja, goed. Hij staat hier tegenover me. Hij is iemand die ook heel veel fel werk opknapt. En hij is alleen veel dynamischer dan ik was. En hij is ook beter aan de bal. Alleen hij is wel een type die ook zonder bal denkt. En dat is wel, wel vergelijkbaar. Ja, is het goede aanwinst voor de Graafschap? Nou ja, sinds hij er is, hebben ze thuis alles gewonnen. Hij is denk ik wel iemand die het team beter laat functioneren. Dus dat is een goede aankoop. Jouw hart ligt natuurlijk ook nog bij Ajax. Heb je afgelopen woensdag gekeken naar Ajax-Real Madrid? Ja, ik ben in het stadion geweest. Ja. Oh, je was erbij? Ja, zeker. Ja, wat een wedstrijd, hè? Ja, een hele mooie wedstrijd. Alleen, ik had het net ook over. Jammer dat ze zichzelf niet belonen met meer doelpunten. Zat je ook met geknepen billen op de tribune? Ja. Nou, in Ajax 1 spelen natuurlijk ook heel veel jongens van jouw leeftijd. Je hebt zelf ook gedebuteerd, hè, in het eerste van Ajax. Is dat nog jouw droom? Wil jij ooit daar weer op dat niveau terugkeren? En is dat reëel? Ja, ik denk dat is sowieso mijn droom. Het was al van kind af aan was het al mijn droom om in Ajax 1 te spelen, zeg maar. En ik ben sowieso blij en trots op dat ik al mijn debuut heb kunnen maken. Alleen ik denk wel dat er nog meer in zit. En ja, het is allemaal anders gelopen omdat ik het begin van het seizoen geblesseerd raakte, wat heel jammer was. Ja. En daardoor heb ik voor een vervolgstap gekozen. Heb ik voor de Graafschap gekozen, omdat ik hier wel alles kan spelen en kan ontwikkelen op het hoogste niveau in Nederland. Je blijft tot eind mei, hè, bij de Graafschap. Sinds jij er bent, Rogier zei het al, gaat het echt een stuk beter. Zeker in thuiswedstrijden. Was jij die ontbrekende schakel? Ja, ik weet het niet. Het is niet alleen dat ik de nieuwe speler ben. Charlie is erbij gekomen. Delano, die begin van het seizoen ook minder speelde. Gavier, die ook minder speelde. Dus die zijn er allemaal bijgekomen. Dus ik denk dat het, zeg maar, ja, niet
ik denk dat het totaalplaatje is, zeg maar, niet één speler. Wat vind je van Henk de Jong? Ja, fantastische man. Is het een fantastische man? Echt waar, ja. Wil je even kijken wat hij van jou vindt? Ja, graag. Draai maar om. Wat ik mooi vind, en dat is even iets heel anders dan voetbal. We hadden een telefoongesprekje, we waren direct samen uit, hij en ik. Maar even later bellen, zei, mijn vrouw heeft ook al overplaatsing aangevraagd van het werk waar ze nu zit naar haar nieuwe, naar hier in Doetinchem. Ja, dan denk ik, boah, die hebben echt zin om hier in Doetinchem te zijn en bij de mensen hier te zijn. En ja, daar geniet ik altijd wel van. Ja, hij geniet van jou. En jij dus van hem. Ja, ja, zeker. Hoe is het met je vrouw? Heeft ze het naar de zin in Doetinchem? Ja, ze heeft het naar haar zin. Geen spijt van een overplaatsing? Nee, gelukkig niet. Nee. En hoe is het om, voor jou om tegen degradatie te spelen? Ja, het is natuurlijk wel anders dan wat ik normaal gewend ben. Ik ben gewend om altijd voor de prijs, zeg maar, te spelen. En nu is het juist andersom. Maar ik denk dat hier misschien juist meer spanning loskomt bij ons. Omdat, ja... ik ben het in ieder geval nooit gewend geweest. En dat is heel anders. Iemand die het wel gewend is, die staat tegenover jou. Ja, Rogier, hoe zwaar is dat mentaal? Om tegen degradatie te moeten voetballen. Dat is wel pittig. Ik denk, we hebben natuurlijk ook tijden gehad dat we boven in de eerste divisie spelen. Als je vaker wint, ja, dan is het toch anders. En als je vaak verliest, dat is mentaal best pittig. Omdat je elke keer een tegenslag hebt. En uiteindelijk doet de omgeving ook wat met je. Hè? Want de pers vindt daar wat van. En mensen in het stadion vinden daar wat van. Ja, dus dat is een andere beleving dan als je veel wedstrijden wint. En dat is, ja, dat is best lastig als speler. Jij bent volgens mij 2 keer gepromoveerd met de Graafschap. Ook 2 keer gedegradeerd. We zien jou nog huilend zitten op het veld in Waalwijk en op de Vijverberg. Helemaal stuk zat je. Hè? Iedereen die de Graafschap volgt kent deze beelden. Ja. Heb je jezelf nog vaak teruggezien? Nou, niet zo vaak, maar ik word er elke week wel een keer naar herinnerd. Dus, ik vind het mooie beelden. En nogmaals, ik ben trots op wat ik heb kunnen doen als speler. Ja, en dit is gewoon een onderdeel daarvan. En, het is jouw kleine meisje, hè, die we zagen. Ja, hij is nu al een stuk ouder. Maar, hoe oud is ze nu? Ze is nu 10 en daar was een jaar of 4, dus het is al even geleden. Ja. Zo zou jij de komende jaren eigenlijk niet bij de Graafschap moeten blijven. Je past er goed, je wil spelen, dat gaf je al aan. Kan heel goed voor jouw ontwikkeling zijn. Ja, kan inderdaad. Alleen, wat nogmaals zei is dat ik dit echt zie als een tussenstop. Om me gewoon echt volledig te ontwikkelen. En mijn hart ligt nog steeds bij Ajax. En dat is ook mijn uiteindelijke doel, zeg maar. Jij wil terug naar Amsterdam. Ja. Rogier, over ontwikkelen gesproken. Jij bent volgens mij toegelaten tot de cursus betaald voetbal, hè? Ja. Coach betaald voetbal. Hoe ver reiken jouw ambities? Ja, als je die cursus wil gaan doen, dan reiken je ambities tot trainer worden in betaald voetbal. En dat is ook waarom ik het ga doen. Dus als je vraagt waar wil ik trainen zijn, ja, in het betaald voetbal. En uiteindelijk waar dat gaat zijn, ja, dat zullen we zien. Maar als je mocht kiezen? Nee, ja, die vraag wordt elke keer gesteld. Ja, dat doe ik niet, want dat zou heel makkelijk zijn om de club te noemen waar ik gevoetbald heb. Maar ik heb ook gekozen voor NEC, hè, dus dat is ook een stap. Dus ik ben aan het kijken wat mijn pad mij naartoe gaat brengen, zou ik maar zeggen. Ja, moeten we het nog over het eerste van NEC hebben? Ik weet niet of je heel veel tijd hebt, maar... Nee, hè? Gaat niet lekker daar, hè? Komt het nog goed in Nijmegen? Het verwachtingspatroon was natuurlijk anders. Hè? Alleen het geluk in de Jupiler League is dat je gewoon via de na-competitie kunt promoveren. Vorig jaar Emmen, de Graafschappen, die zijn 6 en 8 geëindigd, volgens mij. Ja. Dus met 4 goede wedstrijden kun je nog heel ver komen. Dus laten we hopen dat we in de na-competitie er staan. Dat zou mooi zijn. Azor, zondag, Utrecht thuis. Ja, 3 puntjes hier houden in de Doetinchem. 3 puntjes? Ja. Ja, nee, vind ik een mooie afspraak. Deal? Ja, deal. Nou, heel goed. Vind je trouwens van het publiek? Ja, geweldig. Nee, ja, serieus. Ja, elke week zit het weer vol hier. Ook als het minder gaat met de ploeg, ze blijven je steunen. Dat is echt ongelooflijk. Ik vind het toch wel leuk, hoor. Jij als superboer. Ik geniet van je spel. Alle 2 succes aankomend weekend. Dankjewel.